Bruno, zojuist gespeeld tegen FC Emmen, 1-0 gewonnen en jij bent de matchwinner. Ja, ik ben er blij mee. We hebben een clean sheet gehouden en als je dan nog mag scoren, dan is dat goed. Ik had wel gehoopt dat we eigenlijk onze kans hadden afgemaakt en dat andere jongens eigenlijk matchwinners zouden kunnen zijn. Het was wel even geleden hè, dat je had gescoord. Ja, ik hoorde het net, 2012. Dus, 7 jaar geleden of zo? Ja, 7 jaar geleden. Nou, hopelijk kan ik er dan nog meemaken. Het was wel een beetje een rommelgoal, hè? Ja, het was een goede voorzet. En sommigen die doken een beetje zeg maar, eronder. En Panta die legde hem een beetje in een scrimmage goed klaar voor mij. En ik tik hem binnen. En hoe gaat ze dat juichen dan na 7 jaar? Was je dat een beetje verleerd of gaat dat toch weer vanzelf? Nou, dan ga je. Ja, ik weet niet. Ik weet geen echte houding aan te nemen. Gewoon lachen en iedereen een knuffel geven en that's it. Hey, wat voor wedstrijd heb je gezien vandaag? Ik zag een wedstrijd waarbij wij niet onze beste wedstrijd speelden. En af en toe slordig waren. Heel veel mensen voor de bal. En waardoor Emme eigenlijk goed zeg maar stand kon houden. Omdat wij onze kansen niet afmaakten. En hun dan de tweede bal af en toe oppikten. En vandaar konden ze af en toe... Ja, het veld een beetje oversteken. Nou, dat is iets wat, waar we aan gaan werken. En, normaal doen we dat ook heel goed hoor. Dus op naar donderdag. In de slotfase, kwartier voor tijd of zo, wordt het nog wel echt even spannend. Twee momentjes bij jullie voor de goal. Heb jij die beleefd als verdediger? Opnieuw, sorry. Kwartier voor het einde waren er twee momentjes voor jullie goal, hè, dat Emme echt gevaarlijk werd. Hoe heb je die twee momenten beleefd? Ja, dat heb je vaker zeg maar, in de laatste fase dat ze zeg maar, lichamen naar voren zetten. En dan moet je vechten voor de bal. En dat is natuurlijk, dat kan de verkeerde kant opvallen. En vandaag viel het voor ons dan nog wel goed. Wel spannend. Ja, wel spannend. Ja, maar ja. Dat heb je altijd. Hey, je maakt nu een goal, toch weer wel gewonnen. Je speelt natuurlijk weer eventjes bij AZ. Is die goal misschien een ondersteuning of onderstreping eigenlijk van ja, dat het lekker gaat nu bij AZ? Ja, ik vind dat het vrij goed gaat. Ik ben vooral blij dat we de nul houden, weet je. En daarvoor ben ik eigenlijk hier om mijn verdedigende taken uit te voeren en zo goed mogelijk te spelen. Als ik dan een goal mag maken en match winnen kan zijn, ja, dat is mooi voor vandaag. Maar wat ik net al zei, ik heb het liefst dat andere jongens zeg maar voorin of van de middenvelders de matchwinnaars zijn. Neem niet weg dat ik er wel hartstikke blij mee ben en gewoon doorgaan nu, doorgaan. Ja, doorgaan met heel veel wedstrijden. Ja, heel veel wedstrijden. Dat is lekker als je aan de goede kant van de score zit natuurlijk.